Een 4-1 overwinning op Unicum. Ja, dat moet in jullie situatie lekker zijn. Ja, heerlijk. Eindelijk de 3 punten waar we eigenlijk al weken naar verlangen. Ja, hard gestreden. En dan zijn 3 punten denk ik niet meer dan terecht. Was het ook een goede wedstrijd? Ja, ik vind van wel. Misschien een beetje moeite. Ander niveau natuurlijk, wat we gewend zijn. Nu mochten wij het spel maken. En ik denk dat we dat na een half uur goed hebben opgepakt. En omgezet hebben in een mooie overwinning. Het is natuurlijk maar een bekerwedstrijd. Je hebt het over 3 punten, maar je verdient er geen 3 punten mee. Voor ons voelt het als 3 punten. Hey. Kun je er iets mee richting competitie? Ja, het is gewoon het gevoel dat je ook, je kan wel winnen, weet je. En als je blijft knokken, blijft gaan, dan pak je gewoon overwinning. En dan is het misschien een andere tegenstander en die zul je in de competitie niet tegenkomen. Maar als we dit gevoel gewoon meenemen, dat geeft gewoon het team een boost. En dan pak je volgende week gewoon, ook gewoon 3 punten. Want... ja, of je het nou leuk vindt of niet, met 1 punt uit 9 wedstrijden worden jullie eigenlijk al gezien als de gedoodverfde degradatiekandidaat. Ja, dat snap ik. Maar ja, het is niet anders zo. We werken elke wedstrijd keihard en we wisten dat het moeilijk zou worden. We kunnen niet anders doen dan gewoon alles geven en laten zien dat we het wel kunnen. Hopelijk kunnen we na deze wedstrijd doorzetten en meer punten pakken dan die 1 uit 9. Want jij vindt jullie zelf een hoofdklasseploeg? Ja, dat is een lastige vraag. We zijn een jonge ploeg. Ik denk dat het talent er zeker in zit. Maar we missen gewoon een stukje ervaring met de meeste jongens. En ik denk dat het gewoon voor ons een heel mooi leerjaar is sowieso. Als je erin kan blijven, dan zul je volgend jaar sowieso beter doen. Dat geloof ik zeker. Maar je ziet het vooral als leerjaar? Nu wel, vanaf nu wel. Het is, je moet realistisch zijn. Het wordt gewoon heel moeilijk. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Maar op dit moment moet je gewoon zoveel mogelijk ervaring oppakken tegen die grote ploegen. En ja, zoveel mogelijk leren. Voor jezelf, hoe vind je zelf dat je erin staat in die hoofdklasse? Nou, ik heb natuurlijk de eerste 8 wedstrijden gemist, 7 wedstrijden gemist vanwege een blessure. Ik ben eindelijk weer terug. Voor mij is het even aanpoten, mijn eerste keer dat ik 90 minuten gemaakt heb. Conditioneel veel aan de bak geweest, maar je merkt gewoon dat 90 minuten is anders. Ja, en voetballend is weer even wennen, maar ik heb het gevoel dat het komt wel weer. Het gaat steeds beter. Ja, het is op zich wel een mooi moment om terug te komen met 2 derbies in het vooruitzicht. Ja, deze had ik niet willen missen. Flevoboys uit sowieso niet. En Urk ook natuurlijk niet. Dus ik ben blij dat ik er weer bij ben. Ja, want wat verwacht je van die komende 2 wedstrijden met name? Ja, ik hoop echt strijdploegen. Gewoon knallen wedstrijden. We moeten het publiek een keer van maken, laten zien. Wij staan naast de dronten, we staan er. En de Flevoboys wil hetzelfde. Je zit in hetzelfde schuitje als wij. Dus ik denk dat het een hele mooie wedstrijd gaat worden.